tussen Rijn en Wierken. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stoldijk. Welkom. In deze aflevering van Tussen Rijn en Wierken staat een lokale, aankomende, beroemde artiesten centraal. Willemijn van der Neut. Moet je niet lachen, want dat ga jij worden. Artiest in de dop, mag je ook zeggen. Ja. Leerlingen van 4 HAVO, op weg naar het conservatorium. 15 jaar pas. Dan ga ik nog aardiger zijn. Je bent een groot talent, want je hebt een hele bijzondere stem. Nou, dankjewel. En we gaan nog heel veel van jou horen. Maar we gaan nu eerst uitzoeken wie je nou eigenlijk precies bent. Want je bent onze gast, Willemijn. Welkom. Ja. En hartstikke leuk dat je er wilde zijn. Zong jij als klein kind al het hoogste lied? Nou, eigenlijk vanaf mijn 8e ongeveer, of mijn 9e. Was je al een groot kind eigenlijk, hè? Ja. Ja. Dus niet echt toen ik een kleutertje was. Toen was ik nog niet zo met zingen bezig. Nee. Met een beetje natuurlijk altijd. Maar vanaf mijn 8e, 9e was ik wel echt op mijn kamertje lekker zingen. En dat ik me afzonderde om te gaan zingen eigenlijk. Ja. En om mijn 9 had ik eigenlijk zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel op zangles. Zomaar ineens, dacht je? Ja, ik wilde eigenlijk wel goed leren zingen, want ik kon niet zo heel goed zingen. Nee. En toen hebben we me ingeschreven voor zangles. Ja. En zo ging het een beetje lopen eigenlijk. Ja, en toen wist jij nog niet dat je ooit artiesten zou willen worden, denk ik. Nee. Weet je dat nu wel? Ja, het liefst natuurlijk wel. Het liefst ga ik gewoon door in die muziek. En ja. Wil ik eigenlijk altijd muziek maken. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk. Het is geen makkelijke wereld, de muziekwereld. Nee. Maar we gaan het eerst eens hebben over de stappen die je nu afzet. Want je ging naar zangles. Nou, dan blijkt dat je het steeds leuker gaat vinden. Mm-hmm. En dan op een dag wil je meer. Hoe werkt dat bij een kind? Ja, het is gewoon een gevoel dat je hebt. Het gaat steeds leuker, beter. Ja, het gaat steeds beter en leuker worden. En op een gegeven moment ga je gewoon denken van, nou ja, dus misschien moet ik toch gewoon weer verder gaan. En mensen gaan ook zeggen tegen je, oh, ben je goed? En dan ga je toch wel... Dat is leuk om te horen. Ja, dat is heel leuk om te horen. Ja. En dat gaat gewoon een beetje vanzelf eigenlijk allemaal. Je ouders vonden het een goed idee? Want dat lijkt me heel belangrijk in zo'n fase van je leven. Mm-hmm. Ja? Ja, ze vonden het een heel leuk idee eigenlijk. Dus nu stimuleren ze me er ook in. Ja. Ja, want je bent naar zangles gegaan. En wat heb je daarna gedaan om je stem verder te laten groeien? Ik ben wel vaak naar de studio geweest om gewoon covers op te nemen. En covers zijn liedjes van anderen die jij nazingt. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Niet heel netjes, maar zo is het wel, hè? Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja. En uiteindelijk ben ik... 2 jaar geleden ben ik begonnen met zelf liedjes schrijven. Ja, want hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Denk je op een dag, pak je een wit stuk papier en denk je van, ik ga een liedje schrijven? Ja, eigenlijk wel. Gewoon je krijgt gedaan. Ideetjes en dan ga je gewoon proberen natuurlijk. Ja. Schrijf je ook de muziek zelf of alleen de teksten? Nee, de muziek ook, maar dan moet ik wel. Ik ben niet zo heel erg gevorderd in mijn pianospel. Nee. Dus wordt dat later dan wel weer bewerkt door iemand anders. Ja, maar je zegt pianospel, je leert ook piano spelen. Ja. Heeft dat een reden, een doel? Wil je daar iets mee bereiken? Nou, dat weet ik nog niet zo goed eigenlijk. Of nee? ik mezelf wil gaan begeleiden of zo. Nee. Maar het is altijd handig om een instrument te bespelen als je zelf je muziek maakt. Omdat het dan veel makkelijker is om te gaan schrijven. Ja, en jij bent dat gaan doen en wat doe je met die liedjes die je zelf geschreven en deels gecomponeerd hebt? Dan ga ik naar de studio mee. Ja. Naar een producer. Ja. En daar ga ik eigenlijk verder mee aan die liedjes werken en dan maken we demo's. Dus dat klinkt toch al heel professioneel allemaal? Ja, ja, ja. Eigenlijk wel. Nu ik het zelf zeg. Als je zelf zegt, denk je, ik ben wel professional al bijna. Ja? Nee, maar. Soms schrijven er ook andere mensen voor me. Dat heb ik ook al meegemaakt. En samen met mensen schrijven, dat is ook heel erg leuk en heel leerzaam. Ja. Nou, dus kan ik op straat gaan staan, dan wil niemand met mij schrijven. Dus men heeft jou wel erkend als talent ook al. Ja, die producer, die kent heel veel mensen. En die neemt ze dan in zo'n sessie mee. Ja. En dan
gaan we gewoon beginnen met schrijven. Dat is altijd heel leuk. Gewoon zit je gewoon een dagje in een studio opgesloten eigenlijk. Ja. En dan, dan komen gewoon de ideeën wel vanzelf. Ja. Dan ben je 15 jaar, je zit in 4 HAVO. Heb je daar nog tijd voor? Ga je je HAVO afmaken in elk geval? Ja, dat sowieso. Ja, zullen de vader en moeder van de neut ook wel willen, denk ik? Ja, dat is voor mij nu gewoon echt het belangrijkste eigenlijk. Ja. Dat staat op de eerste plaats nu. Ja. En dus er moet ook niet zo heel veel gaan gebeuren dit jaar. Dat hebben we mezelf een beetje ingefluisterd. Want er moet niet zo heel veel schokkens gebeuren. Want dan ga ik me minder op die school richten. Maar het is ook wel fijn omdat ik nu op een muzikale HAVO zit. Dat dat gewoon... Wat is een muzikale HAVO? Ja, het is de HAVO voor Muziek en Dans in Rotterdam. Ja. En, is het eind van Bodegraven trouwens? Ja, het is 3 kwartier reis ongeveer. Ja, elke dag heen en terug. Ja. Dus... Nee, maar daar krijg ik al mijn zangles op school en ik krijg solfège. Dat is dus dat je alle klanken, intervallen, tonen die je gewoon kan herkennen. Ja. Dus dat is ook heel handig. Het lijkt me wat voor gevorderde. Ja, het is wel lastig, dat ja, wel. Ja, dat lijkt me wel. Ja. En ja, dat... Zo hoop je dus, je basis te leggen, maar dat leren is ook nog belangrijk. Mm-hmm. Ja. Schrijf jij Nederlandse teksten of Engelse teksten? Engels. Waarom kies jij voor Engelstalig? Ik kan sowieso al niet zo, ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik Engelstalig heb gekozen eigenlijk. Nee. Ik ben nooit echt, ik ben gewoon begonnen met Engels en uiteindelijk is dat gewoon geworden wat ik wil. Ja. Wie zijn jouw voorbeelden? Welke grote zangeressen? Het zal niet de gemiddelde zangeres van een meisje van 15 zijn, denk ik. Nee, ja, soms wel. Ja? Soms heb ik wel echt dat ik mensen bewonder die ook wel heel erg bekend zijn en die iedereen wel goed vindt. Lady Gaga of zo? Of dat soort mensen? Nou, nee, dat niet. Nee? Oeh, fout. Maar het zijn ook vooral mannen die ik bewonder. Ik heb niet zo heel veel met zangeressen. Nee? Maar bijvoorbeeld Ed Sheeran, dat is gewoon een singer-songwriter uit Engeland. Het zijn vooral liedjes om naar te luisteren, toch? Ja, en dat vind ik echt heel mooi, want hij doet ook heel veel zelf. Ja. En, maar oude muziek vind ik ook altijd heel erg leuk. Wat is voor jou oude muziek? Ray Charles en dat soort dingen. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Ja. Dus en hoe komt dat zo? Heeft je vader dat altijd gedaan? Je vader en moeder, was dat iets wat bij jullie makkelijk binnenkwam? Want je moet ermee in aanraking komen om het leuk te leren vinden. Ja, ja, mijn vader die luisterde natuurlijk wel naar dat soort muziek. Ja, en, natuurlijk. Ja, ja. dus zo kom je er ook mee in aanmerking. Dus dat... Ja. Daar ben ik dan een beetje mee. Zo is het gewoon, ja. Nou, hartstikke geinig. Je moet je onderscheiden. En dat kan misschien op die manier. Ja. Jij treedt al af en toe op, hè? Je hebt al tours achter de rug. Kun je daar iets meer van vertellen? Ik ben op de Horizon Tour geweest. De Horizon Tour en dat is... En je gaat eigenlijk op een... Het is een festival. Varend festival. Dus op de Waddeneilanden? Ja, op de Waddeneilanden. En je gaat met 6 boten eigenlijk langs alle Waddeneilanden. Dat zijn er 6, geloof ik ook, hè? Toch? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Schap me eruit, ik weet het ook niet. Of 5, ik weet het niet. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk, want dan ga je dus eigenlijk op... Ja, ik was dan... Je hebt 2 helften eigenlijk. Ja. Dus je hebt 4 dagen in Texel en Vlieland en andere eilanden. Terschelling. Ja, en de tweede helft ging ik mee. Ik was wel een week mee, maar de tweede helft mocht ik optreden. Ja. En mocht optreden, hoe word je geselecteerd? Gewoon op je talent. Je moet goed kunnen zingen. Niet iedereen mag meedoen. Nou, vorig jaar was ik ook mee geweest. Ja. En toen hebben we gewoon een filmpje opgestuurd en hoe ik zing. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van dat ik al mee mocht. Ja. Dus dat is eigenlijk voor een masterclass. Dus je gaat met een masterclass band, ga je werken aan een eigen liedje en aan covers. Ja. En ze vonden het ook wel leuk als ik dit jaar weer meeging. Ja. Dus toen ben ik meegegaan en toen heb ik in Terschelling opgetreden. En in Schiermonnik Oog en in Ameland. Ja, dat zijn zijn er dan heel veel mensen die komen kijken? Is dat groots? In Terschelling was het eigenlijk gewoon in een kroegje. Ja. Dus dat is ook altijd gezellig. Het is altijd gezellig in de kroeg. Ja, wordt niet meer gerookt. Dat scheelt met je stem waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. En op Schiermonnik Oog was het iets rustiger. Maar op Ameland is het laatste concert en dat was echt voor 1500 man. 1500 man. En dan ga je daar gewoon staan, Willemijn van der Neut uit Bodegraven. Ja. En die doet het gewoon. Ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik het minder eng vind voor 1500 vreemde mensen dan dat ik
voor heel veel bekende mensen eigenlijk maar 40 man staat. Ja. Dat vind ik eigenlijk veel enger. Ik heb je horen zingen op het feest van je vader, ter gelegenheid van zijn verjaardag. Is dat lastiger als daar toch relatief veel bekenden in zo'n gehoor zitten? Ja, ik denk het wel, want dan zie je heel veel bekende ogen en dan denk je, oh. Ja, nou, het was niet te horen, maar dat is dan weer een vrouwschap. Nee, ja, als ik daar eenmaal sta, dan heb ik ook wel zoiets van, oh, nou, dat maakt niet uit. Maar van tevoren heb ik dan wel zoiets van, oh. Ja, je hebt dan de Horizon Tour gedaan. Dat is een mooie ervaring geweest, zo te horen. Ja. Ja, veel geleerd van anderen. Zijn er ook bekende artiesten bij die je dan een beetje bij de hand nemen? Ja, Tjeerd Bommel was erbij. Lijkt me heel bekend. Nou ja, het is een songwriter. Oké. Okay. Een serious songwriter. Ja. En hij heeft ook nu heeft hij een album met Sandra van Nieuwland geschreven. Die ken ik dan weer wel. Ja. Ja. Dus nee, hij is wel echt heel goed en hij heeft me daarin ook heel goed begeleid. Ja, en helpt dat je op weg? Helpt dat jou pad effenen naar de toekomst, ja. Dat soort ervaringen. Ja, dat wel. Je leert heel veel over verbanden leggen in je liedjes. En wat is een verband leggen in een liedje? Ja, dat het allemaal, hoe moet ik dat uitleggen? Ja. Dat het allemaal wel echt klopt. Dus dat het ene weer iets, het ene, dus het dat het begin, één geheel dat wordt. Het, ja, dat het één geheel wordt eigenlijk. Ondanks alle verschillende toonsoorten, verschillende wisselingen, is dat een beetje... Ja, dat de tekst eigenlijk één geheel wordt. Ja. Dus dat het allemaal heel erg klopt en dat er eigenlijk een heel verhaal achter zit. Ja, dat je in 3 of 4 minuten een heel verhaal kunt vertellen. Is dat, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. In heel weinig woorden. Wij spreken over Sandra van Nieland. Die is bekend geworden via talentenshows. Mm-hmm. Zien we jou ooit in The Voice of whatever? Nee. Want... Ja, ik heb heel erg weinig met talentenjachten en zo. Het helpt wel als je bekend wil worden. Ja, maar ja, dan zit je ook aan allemaal dingen vast die je helemaal eigenlijk niet wil. Nee, Willemijn gaat haar eigen pad. Ja. Ja, nou, dat is een mooie eigenschap. Mm-hmm. Ja. Kunnen we je hier in Bodegraven of omgeving zien optreden? Ja, af en toe wel. Ja, wat doe je dan? Ik ben vaak op bedrijfsfeestjes, maar dat is dan besloten. Ja. En 23 november is er een mini-festival op het fort. Op het fort Wierikerschans. Ja, en daar kom ik ook optreden. Ja, en wat houdt het in, het mini-festival? Dat is allemaal mensen die zingen en plezier maken met muziek? Ja, daar komen volgens mij bandjes en ik kom dan. Ik ben niet met een band, maar... Nee, jij komt met je piano. Nee, met mijn gitarist kom ik. Oké. En... Ik weet er eigenlijk ook nog niet zo heel veel van. Ik weet dat ik moet optreden, maar volgens mij wordt het wel heel leuk. Ja, nou, dat zal vast wel. Ja. 23 november zien we jou weer in de buurt. Leuk. Je hebt ook een YouTube-kanaal. Mochten mensen wat van jou willen zien, dan is het even surfen naar, zeg het zelf maar. Oh ja, volgens mij op YouTube heet ik Willemijn van der Neut. Gewoon. Ja. Zoals je eigenlijk heet. Ja. Dus. En Facebook kan je een pagina liken, Willemijn mee. Ja, en waarom mee? Omdat ik in mei ben geboren. Willemijn mee. Oké, het dus is een goede M-A, reden. Griekse. Ja. Ik wens je veel succes op je carrière. Ik hoop dat je plezier houdt dat je uitstraalt. Want volgens mij helpt dat. Mm-hmm. Nou, ik zou zeggen, mensen, kijk een keer op YouTube. Het is echt leuk. Bedankt dat je hier wilde zijn. U bedankt voor het kijken. En tot de volgende week met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. Tot ziens. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Yeah. Hey, hey. I sit at Georgia. Through the pine, other
Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wiericke? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wiericke bij TV Bodegraven.